Op een van de kleinste basisscholen in Brabant wordt ook gewoon de CITO-toets gehouden. Slechts 2 leerlingen van het Beekdal in Kaam bogen zich over de vragen. In totaal zitten er 9 leerlingen in de klas. Wie zijn de rest van jullie klasgenootjes dan? Groep 7 en 6. En hoe gaat dat dagelijks in zijn werk? Hoe gaat dat tijdens de lessen? Dan groep de juffrouw of zo, groep 6. En dan doet groep 7 en groep 8 gewoon zelf werken. En dan groep 8 en groep 7 bij de tafel. En dan gaan ze die uitleg geven. Tijdens de CITO van vandaag bleven de klasgenootjes er gewoon bij zitten. Dat was geen enkel probleem voor de 2 uit groep 8. Ja, het ging wel goed. En ik was niet heel zenuwachtig. En het is ook wel leuk. Ik ben ook wel benieuwd naar de score. Want welke onderdelen had je vandaag? Ik heb nu taal en rekenen gehad. Rekenen moet ik na de pauze afmaken. En ik krijg straks nog het tweede deel van taal en wereldoriëntatie. Hoe had jij je voorbereid? Ik had thuis die dvd's en die heb ik geoefend. En van die vrouw kreeg ik ook nog oefend CITO's, dus die hebben we ook nog geoefend. Uit de CITO-toets komt een advies voor het niveau na de basisschool. Maar dat is niet per se van doorslaggevend belang. Wij denken al een goed beeld van de kinderen te hebben, omdat we ze al 8 jaar gevolgd hebben. Dus de CITO is wel een mooie eindtoets om het resultaat uiteindelijk objectief te kunnen meten. Maar voor ons verandert het niveau van de kinderen eigenlijk niet. Op sommige scholen wordt dit jaar een proef gedaan met de verlaten CITO-toets. Kinderen hebben dan 6 weken langer de tijd om kennis op te doen. Ik begrijp wel dat ze de proef doen. Wij zelf doen er niet aan mee. Ik vind wel inderdaad dat de CITO-toets verder achter in het schooljaar mag. Omdat de kinderen eigenlijk als ze hebben ingeschreven op de middelbare school toch het idee hebben dat ze klaar zijn op de basisschool. Maar dan moeten ze de hele procedure van inschrijven, vind ik, verderop in het schooljaar doen. En 6 weken maakt dan niet zo heel veel uit. Voor Dolf en Sylvie staan vandaag en de komende 2 dagen nog volledig in het teken van de CITO. De pauze is voorbij, dus ze moeten nu weer aan de slag.